De coach had het net eventjes met Mac er al een beetje over. Veel tegenslagen, spelers op pijnstillers, veel wedstrijden, noem maar op. Niet elke call meegekregen, om het even zo te zeggen. Maar toch win je hier met 20 punten. Kan je iets verklaren van ja, de chemistry of de vechtlust van het team? Ja, wat wil ik daarover verklaren? We zien, degene die de wedstrijd gezien hebben, die zien dat daar gevochten wordt. En dat is misschien in het begin eigenlijk niet zo duidelijk, want dan in het begin van de wedstrijd was ik niet zo tevreden over. Toen was het nog een beetje slap. Maar gaandeweg de wedstrijd, dan worden de stappen gemaakt en dan wordt het harder verdedigd en dan wordt het beter gerebound. En dan, ja, dat is basketbal. Je staat voor, je komt gelijk, je staat achter, de achterstand wordt groter en dan kom je weer terug. Maar het is iets wat de ploeg inderdaad op kan blijven brengen gedurende 40 minuten. En het is wat je zei, we hebben na 4 maanden competitie en na 2 bekerwedstrijden, er is eigenlijk van de jongens die regelmatig veel minuten maken, er is eigenlijk niemand meer die ongeschonden is. Ze hebben allemaal eigenlijk wel wat en de een serieuzer dan de ander. En ondanks dat zijn ze toch in staat om samen weer tot een oplossing te komen. Om samen die verdediging weer te sluiten, om samen die rebounds te pakken die nodig zijn. En vervolgens ook nog eens slim, ondanks de vermoeidheid en ondanks de pijntjes, om in de aanval te blijven zoeken naar het best mogelijke schot. Verklaren. Laten we zeggen, het is iets. Goed, ik ga heel lang mee als speler en als coach. En ik denk wat ik probeer in dat team te brengen, wat ik als speler zelf gehad heb. En ik denk dat ik daar redelijk in slaag. En dat is eigenlijk wat ik net verteld heb, een mentaliteit van hoe dan ook, als we beginnen, dan beide ploegen evenveel kansen. En dan gaan we gaandeweg de wedstrijd wel zien of die kansen hetzelfde blijven, dan wel op een gegeven moment in het voordeel van de een of de ander doorslaan. En ik kan niet anders zeggen dan dat die jongens dat voortreffelijk doen. En opgeven, dat hoort er niet bij. Dat is het goede, in het team, als je een team samenstelt, dan ben je eigenlijk ook op zoek naar een aantal jongens die die mentaliteit hebben, want dat maakt het zoveel makkelijker. En als je 2, 3 van die jongens in je team hebt, die zijn dan in staat om tussen de lijnen, tijdens de wedstrijd, om die boel met elkaar te roepen en dan ook te praten en te motiveren. Je bent ook op zoek naar persoonlijkheden natuurlijk. Ja, die op dat moment de leiding nemen. En de een doet dat door 15 rebounds te pakken. En de ander doet dat door te scoren. En nummer 3 doet dat door te praten en te sturen. En spelers op een plaats te zetten. Dat als verlengstuk in het veld van de coach. Ja. Het zakte. Eerste kwartje begon heel sterk. Ja. Tweede kwart zakte het een beetje in. Op een gegeven moment komen ze voor met een punt of 8. Neem je een time-out. Zij hebben een beetje het momentum overgenomen. Wat zeg je dan in zo'n time-out tegen de jongens? Ja, wat zeg je? Je probeert dan niet al te veel, want de spelers, die adrenaline zit hier, weet je wel. En de ene speler is beter bereikbaar dan de andere speler. Dus om te beginnen, niet te veel. Het is vaak 2 dingen. Even in elk geval over de defense, want dat is ons handelsmerk, verdedigen. En dan wil ik even aanstippen. Bijvoorbeeld, de Bos begon heel sterk in de eerste helft met aanvallende rebounds. Ze hebben er 12 gepakt. Ja. Nou, dat is 8 van in de eerste helft, ja. In de eerste kwart dus. In de eerste kwart, ja. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik aanstip. Van jongens, dit kan niet, want op deze manier kunnen we nooit in die wedstrijd blijven zitten. Dus er moet harder uitgebokst worden, er moet harder gewerkt. Nou, een kleinigheidje, niet eens iets zoiets verzonnen. En vervolgens probeer de andere is dan de aanval. Dan even aangeven van kijk, op dit moment ligt onze sterkte bij die en die en die. In het begin was dat Jeroen van de List, we gaan Jeroen zoeken. En later in de wedstrijd gaan we naar de guard zoeken met een schotje en dat soort dingen. Dat is een beetje wat er gebeurt. En ten alle tijde probeer je in die groep, kijk ik sta vaak langs de zijkant met de scheidsrechter ben ik bezig. En dan ben ik over het algemeen niet zo positief. Maar in die groep, in die time-out, dan is eigenlijk positiviteit voorop. Weet je wel, van kom. Ik bedoel, ik denk als je gaat beginnen over het feit dat het niet goed gaat en dus dat we er niks van bakken. En dan kom je in die neerwaartse spiraal. Ja, precies. Dus een paar korte dingen. Aanval, verdediging en verder van kop. En het resulteert uiteindelijk in een ruime overwinning op Den Bosch. Fantastisch, ja. Over twee dagen, half finale, tegen wie dat moet nog blijken. Heb je iemand, zeg je van nou, het liefst tegen die of het minst lief tegen die? Of?
laat ik beginnen met zeg, een thuiswedstrijd. Ja. Want dat maakt toch verschil. Voor de meeste ploegen maakt het verschil uit. En ook voor ons. En we spelen hier over het algemeen toch onze betere wedstrijden. En, dus, en voor de rest, ja, weet je, ik zou... de top 3 ligt eruit. Zoals het, Donar oh, nog nee, net Donar niet. Donar nog niet. Kan zo gebeuren. Oh ja, dat is oké. Ja. Maar goed, Leiden ligt eruit. Weet je, nummer 1, nummer 2, de Bossen ligt er nu uit. En misschien wel nummer 3, Groningen ook. Ja, weet je, dan, het liefst heb je dan een ploeg die zo laag mogelijk staat. Maar nogmaals, dat is geen garantie voor een winstpartij. Laat staan een makkelijke partij. Maar vooral liefst thuis. Ja, nou ja, is goed. We gaan het zo meemaken. En vrijdag misschien thuis, dus misschien tot dan. Oké. Dankjewel. Okay.